dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag ben ik weer met mijn maatje Dream Team Royalistic. What's up? Let's go. En ik heb er knijtjes veel zin in. Alleen heb ik, en dat moet ik in alle eerlijkheid bekennen, iets voorbereid waar Roy geen flauw benul van heeft. Wat jullie waarschijnlijk al hebben gezien aan de titel, dat jullie denken, oeh, hier ben ik wel nieuwsgierig naar. Oh, ik land hier meteen met een hamer, maat. Oh, dat is wel heel sick. Oh, en nog een hamer. Nog een hamer. Hey. Oh, even. Die kom ik eventjes ophalen dan, als je dat niet heel erg vindt. Nee, dat vind ik zeker niet erg. Ik laat hem hierboven liggen voor je. Ja, toppie. Maar ik heb hier iets voorbereid en dat is het volgende. Nou, komt het, hoor. Ik heb letterlijk, en dat is echt het enige wat ik heb... Ja, ik heb trouwens deze ook voor je, dan zijn we meteen helemaal full. Want er lig je ook vier... Ja, bro, dit is een begin, dit kunnen we eigenlijk al niet meer weggeven. Oeh, dit is heel sick inderdaad, man. Holy We kunnen ook gelijk gaan pushen als je wil. Ik heb een shotgun en een SMG, ja, dus... Ja, ik ook. Laten we gewoon meteen naar Tankshon gaan. Let's go, hier. Man. Juut. Maar ik heb een... Oh, hier ligt een hamer! What the fuck? Nee, joh. Wat gebeurt hier allemaal? Is de drop rate verhoogd of zo? Oh, hier is iemand, hier is iemand. Yo. Een duo, man. Pas op. Yep. Ik ben eentje C-card git. Die is knocked. Auw. Ik ben C-card git ook. Ik heb 122, blauw. Oh, hij gaat met de parasol. Ja, ik heb hem! Ik heb hem, Roy! Ik heb hem! Hoppa! Boom! Lekker, man. Ja, dit was wel spannend, want ik werd ook best wel goed gehit. Wat had jij voorbereid? Ja, ik heb iets voorbereid zo ontzettend geniaal, maar ook wel een beetje heel erg eerlijk. Ik heb namelijk opgezocht vragen die je eigenlijk niet mag vragen. Oké. En dit is een lijst. En dat is letterlijk een lijst waar 74 gênante vragen staan. Laten we zo zeggen dat we gaan kijken hoe ver we komen met deze vragenlijst in de video. En vanaf nu, begin tot eind, mag je 2 keer passen. Oké. Okay. Ja? En mag ik de vragen ook aan jou stellen? Of is het gewoon één richting verkeerd? Nee, het is interview met Roy, niet met mij. Oké. Ik zit hier net als de mensen gewoon op de genietstoel. Kijken wat jij gaat zeggen. Interview waar ik vooraf niet mee heb ingestemd, maar nu toch mee heb ingestemd. Ja, precies. Dit is een interview dat ze zeggen, ja, we gaan de video nog sturen voordat die online komt en gewoon online zetten. Ja, precies. Dat je dus nooit krijgt. Nummertje 1, dames en heren, voor Roy is, wanneer heb je voor het laatst geheld? Nou, en daar wil ik wel even bij zeggen. Ik zou het heel erg tof vinden als je er eerlijk over bent, want ik vind het gewoon heel erg normaal als mannen huilen. Vind ik ook normaal. Dat is op het moment dat ik het... ik had het uitgemaakt met mijn ex. En toen reed ik weg, gewoon in de auto, zeg maar, want ik had haar thuis afgezet daarna. En toen barst het gewoon heel even los, ja. Dus dat was het laatste... Laatste moment. Ja, laatste keer. Oh, hier voor ons. Ja, ik ben erbij. Ik schiet alles mis. Ik niet. What? Oh, ik word heavy sniped. Ik denk wel, ik kan nooit. Oh, er zijn meerdere. Why, ik ga heel even chillen hier. Ah, ja. Ja, hij staat op het dak te heavy sniped. Roy wordt weer heavy sniped, hoor. Het is toch over ongelooflijk. Maar ik heb 6 granaatjes. Ik probeer weg te kruipen. Achter de heel, zodat jij wellicht... Hij staat daar op het dak, hoor. Deze viespeut, die had mij net gesniped. Wacht, ik ga in het huisje kruipen. Wacht, ik heb die bot. Die komt zo halen nu. Oh, shit. Oh, wat een held. Wat een held. Hij komt zo halen. Als het goed is, gaat hij jou reviven. Oh, hij killt die bot nu. Hij killt die bot. Ga je het niet redden, daardoor? Weet ik niet. Nee, de bot is dood. Ah, jammer. Oké, ik lig hier safe. 18 AP. 16, 14, 12, 10. Ik denk niet dat ik dit ga halen, eerlijk gezegd. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god, nee. Is gek. Zo, hoeveel hamers heb jij? Ja, daarom. Ik kom wel weg. Ik kom wel weg. Man heeft gewoon 3 hamers. Ik kom wel weg. Ja, dat denk ik ook wel, man. Holy shit, gast. Even deze pakken. Maar oké, ik vind het mooi dat je eerlijk antwoordt. Ik waardeer dat. En ik kan ook heel goed snappen dat je daarom helpt, want dat is gewoon een fucked up situatie. Laten we daar niet omheen draaien. Na 4 jaar lange relatie, dan is dat toch wel even heftig.
Snap ik. Maar nu zijn de mensen 100%... Oh, daar ga ik niet heen. Ik zie daar mensen. Oké. Okay. Nu zijn sowieso de mensen 100% nieuwsgierig naar de vragen waar misschien Roy gaat passen. Dus nu komt de volgende vraag. Heb je je moeder, je zus of je oma ooit naakt gezien? Nou, jij hebt geen zus, dus laten we het dan even tot je broer betrekken. Maar heb je ooit iemand van je familie naakt gezien? Ja. Wow! Ja, die lijkt me best wel logisch, toch? Ja. Vind ik wel. Ja. Ja. Dus die was niet echt, ja, niet hard to skip of zo. Ja, kijk dan, die kerel denkt dat hij me bij kan houden met zijn hamer. Dat gaat natuurlijk nooit werken. Oh my god. Wat zijn dit voor zieke lui? Voor zieke lui? Ja, kijk dan. En ze verandert ineens even in de opa. Wat zijn dit voor zieke lui? Wat is dit? Wat zijn dit voor zieke lui? Wat is dat, is dat boomerachtig of zo? Wat? Ja, dat is wel een beetje boomer language, ja. Serieus? Ja, wat zijn dit voor zieke lui, zegt hij gewoon. Ik moet gelijk denken aan jonge lui. Ja, dat is echt zo'n oude. Zo'n wat zijn deze jonge lui nou aan het hangen dan? Schaf uit. Oké, okay. Nou. Maar goed, dat heb je wel eens. En dat ja. is dan, wie ja. is dat? Je moeder of je broer of allemaal? Nee, dat is dan denk ik mijn broer geweest. Oké. Okay. Maar vond je dat fijn? Oké, ja, ik vind het eigenlijk echt een stomme vraag, maar goed. ja, maar hier ga ik mijn jokers niet voor inzetten, weet je. Dit vind ik niet een hele rare vraag of zo. Nee, snap ik. Of een vraag waarvan ik echt denk van, nou, dat... Daar ga ik een antwoord op geven, daar ben ik echt de enige in op de wereld, weet je wel. Ik ga hier even strategisch mee om met wat ik nu doe. Misschien dat mensen denken, wat ga je doen, je gaat de storm in, dat weet ik. Maar ik denk dat dit de beste manier is om Roy terug te halen, omdat dit gewoon een veilige manier is. En healing kan je overal wel halen, dus dit komt helemaal goed. Daar is het. Volgende zo is het vraag. Dan. En bro, is serieus, ik bedoel hier niks mee. Ik lees letterlijk op en ik ga ook het linkje in de beschrijving zetten van deze site, want dan weten jullie dat ik niet verzin. Maar nummer 3 staat, weet je zeker dat je geen homo bent? Wat? Ik zweer ik verzin dit niet. Ik lees het gewoon op. Nee, dat maakt niet uit. Dat weet ik echt 1000% zeker. Oké, ja. Daar is ook niks mis mee. Laten we ook dat even duidelijk zeggen. Nee, zeker. Nee, absoluut. Maar het is toch wel een hele bijzondere vraag. En ik snap ook dat die op de lijst staat van vragen die je niet stelt. Ja. Ja. Dit is eigenlijk een beetje de anti-vragenlijst. Nummer 4. Dit is nogmaals, ik zweer het je, Roy. Het is echt niet dat ik zit te kloten of iets verzin. Maar vind je het leuk om een bierbuik te hebben? Hey, suggereer je daar nou mee dat ik een bierbuik heb? Ja, dat blijkt. Kunnen. Nou, als ik het zou hebben, zou ik dat denk ik niet heel leuk vinden. Nee. Oké. En wat zouden we er dan aan doen? Gewoon vaker naar de sportschool gaan? Ja, lekker sporten. Ja. Meer sporten of minder eten? Allebei. Ja, het is een beetje de ene voet het andere. Het is een wisselwerking, hè? Ja. Precies, ja. Het is een wisselwerking. Als je wil afvallen, moet je niet alleen veel sporten, moet je ook op je voeding letten. Zit jij in de problemen of wordt daar geschoten voor de lol? Nee, er wordt geschoten voor de lol. Oké. Ik ben eigenlijk wel oké. Ik heb alleen wel wat healing. Nou ja, trouwens, ik heb 6 chuck splash. Kom eens naar mij. Kunnen we samen even healen? Ja, ik heb 3 hamers, hè? Dus ik kan je sowieso even een hamer geven. Hey, dat is wel even nice. Zeker. Hey, trouwens, ik heal gewoon. Door die heat. Oh, door die heat level. Ook wel bij level 2? Oké, sick. Nou, in ieder geval, Roy is er weer bij. En we kunnen hopelijk het potje verder afmaken met een victory rail. Oeh, hier is nog wat healing. Ik kom in jouw huisje. Nice. Alsjeblieft. Oké, nummertje 5. Hoeveel nummers van vrouwen of mannen staan in je contactenlijst? Nou, ik denk dat niemand wat boeit. Ik denk eerlijk gezegd dat jij honderden nummers hebt. Verschilt van vrouwen en mannen. Ja, dat klopt. Want jij hebt gewoon een telefoon die je zowel zakelijk als privé gebruikt, denk ik. Ik ben die hamer vergeten. Dus dat was een stomme vraag. Geen idee, ja. Dit vind ik wel een interessante vraag. Het kan zijn dat je skipt. Het kan ook zijn dat je gewoon eerlijk bent. Hoe vaak heb je afgelopen week gemasturbeerd? Twee keer, denk ik. Twee keer? Ja. Is dat weet je waarom namelijk? Nee, dat is, oh, hier dat is loopt best iemand. Wel bij voor links. Ik heb hem. Let's go. Dat is best wel weinig als het goed is. Want ik heb een keer gelezen dat dat helemaal niet goed is voor een man om te doen. Wat? Zo weinig masturberen? Nee, veel. Oh, veel masturberen. Twee vind je dan te veel eigenlijk? Nee, 2 is op weekbasis, dat denk ik wel gewoon, gewoon oké. Zal ik eens googlen hier? Hoe vaak masturberen mannen per jaar? Gemiddeld, ja, dat is wel een goeie. Straks komen we bij een of andere gekke guy die dat elke dag 3 keer doet. 15% van de mannen masturbeert een paar keer per jaar maandelijks.
25% van de mannen masturbeert een paar keer per maand wekelijks. En uiteindelijk komt dat neer dat 20% van de mannen vaker dan 4 keer per week masturbeert. Wow, dat vind ik wel veel eigenlijk. Maar dat is 20%, dus het is allemaal een beetje verdeeld. Het is... verbaast me niks, man. Verbaast me niks. Het is echt zo, nee. Zeker die scholieren en zo, die er dan net een beetje achter komen van, hé, hey, snap wat ik bedoel? Ik heb iets wat werkt. Let's use it. Ja, precies. Ja, ja, het is wel echt zo'n puberding, toch? Ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, ik vind het oké. Roy heeft nog niks geskipt, dames en heren. Nummertje 7. Ik denk niet dat het een vraag is... Oh, bots hier. Oh ja. Ik denk niet dat het een vraag is die heel spannend is voor jou. Nummer 7. Het zijn bots met elkaar in gevecht. Ja, als jij die linker killt, kill ik die rechter. Oké. Okay. Kijk, hoppakee. Zo. Ik hit Hoe sterk is zo'n ding? Het is echt een buffel. Ja. Ja, hij was ook best wel breed. Ja. Oh, we worden beschoten, Oh, vanuit het bosje of niet? Nee, daarachter. Daar zo. Oké, ik ga heel even achter de boom hier en dan pak ik hem. Even kijken. Oh ja, ik zie hem daar. Daar. 38, daar, ja. 30. Oh, hij gaat nu weg naar rechts. Oeh, dat is de goede kant voor ons. Hij komt hier dus uit. Ergens. Ja, die glider deployen. Oh, daar zit die andere gast. Dit is wel ideaal eigenlijk. Ik denk dat we hem nu mooi insluiten. Oh ja, ik zie hem daar. 30, hij zit daarachter. Ik zou niet te ver rushen hoor, ik zou een beetje bij elkaar blijven. Nee, klopt. Ik kom naar jou toe. Dus ze komen sowieso hier uit. Ja, 38, 60 wide. En zo hit, nice. Ja, hij is down, Nice. Ik ga hem afmaken. Die ander is links van ons, Ik heb hem afgemaakt. Ja, dan gaat hij hier het bosje in, denk ik, man. Ja, ja, ik heb de 169 hit. 17. Hij is hier. Ja, ik ga achter hem aan hoor. Je hebt hem gehit, toch? Ja, 2x22 nu. Kom eraan, Zo, deze guy hit CK, maar hij is wel bijna dood. Huh? Ja, lekker man. Waar ben je? Ik zal me wel even weggooien ergens. Daar achter die steen wil ik graag. Of hier in het bosje. Oh nee, dat is een boom. Boop. Oh ja, dat is ook prima. Dat is ergens achter een steen. Prima. Dankjewel. Hoeveel schuld heb je? 0. Ah, dat is mooi. Nummer 8. Ja. Heb je plastische chirurgie gehad? Nee. Nummer 9. Wat is je meest gênante geheim? Oh, er komt iemand, Ik zag voetstapjes. Are you sure? Ja, ik zag voetstapjes, ik zweer het je. Hè? Oh ja, hier! Ik kom eraan, ik zit vast. Hij is knocked! Ja, lekker. Oh, ik word geslagen. Ik kom weer terug. Waar is die teammate? Oh, ik zie hem. Daar. Daar. We kunnen hem pushen met z'n tweeën. Hij pakt die truck, Ik schiet zijn banden lek. Ja, banden lek. Ja, hij is gebotst. Ik ga omhoog, ik pak high ground. Hij is broke. Hij heeft wel schulden. Hij heeft schulden, die moet hij inlossen bij ons. Oh ja, ik zie hem daar. Oh, yo! Deze guy, ouwe. Ja, ik heb één iemand dood. Nice. 31. Oh, je bent echt irritant. Hij gaat er vandoor met de hamer, die hij heeft opgepakt van iemand anders. Weer 30. Oké, ik zou niet de alte ingaan, want de cirkel is een beetje klein. Hij zit aan het bosje en ik hit er een blind 50. Ja, ik heb een dood in de bosjes. Nice, lekker. Holy shit. Oh my god, mensen, wat gaan we lekker. Hoeveel kills hebben we? Allebei 4. Damn. Heerlijk, gast. Dus perfect. Ik durf die loot daar niet te pakken, man. Maar nee, kom hier bij het huis. Ik denk dat we hier perfect zitten, bro. Kom eraan. Ja, ik zit hierboven. Ik denk dat dit echt perfect is. Waar we nu zitten. Beetje high ground. Oh. Oh, ik word gesniped. Ik heb helemaal geen healing op zak. Vanuit de... Links wordt je gehit. Ja, vandaar. Ja. Oké. Oh, hier liggen minis. Boom. In ieder geval iets bij me. We krijgen sowieso HP erbij. Maar links is die. Daar. Bij het tankstation. Hij is er nog niet, maar hij rent er naartoe. 100%. Oké. Hij kan hem al pushen. Weg, heb jij een big pot? Nee, ik heb niks. Ik zou even wachten tot we geheeld worden. Als die heat level 4 is, dan krijgen we al elke keer 100-100. Oké, ik ga verder met de vragen. Wat is je meest gênante geheim? Daar heb je nog niet op gereageerd. Wil je passen? Ja, of, omdat ik dat niet zo snel zou weten, man. Dus ik denk dat ik die dan gewoon ga passen, want ik zou het nu echt niet weten. Oké, dat is één pas, dus dames en heren. Ja. Nummertje 10. Heb je ooit een leugen verteld om indruk te maken op iemand? Pas wel. Oké, hier rechts zijn mensen. Ja. Zo, je schiet even alles mis.
Nu niet. Oh, ik zou niet te snel gaan, hoor, erop. Ja, komt goed. Ik chill hem nu. 38 hit. Ja, die guy inderdaad. Top. Zo, ik heb eentje is white. Die linker is white. Oh, ik heb hem zwaar gehit, die gast. Ja, 106, maar hij is white, 106. Yo, ik peer hem even. Oh. Heb je hem of niet? Oh man, nee, zeker niet. Ik ben bijna dood. Ben het hier dan nu? Oh, ik word ook geschoten van ergens anders. Nee, paupergast. Hij zit achter de balie in het tankstation. Ik ben dood. Ik zie het. Achter de balie in het tankstation. Oh, heel vies dit. Oh, ik word beide kanten. Kijk dan. Ja, dit is echt kut. Oh. Oh, medkit. Oh, jammer man. Uit de lucht! Oh, maar toch nummertje 3, dames en heren. Oei. En de laatste vraag was, heb je ooit een leugen verteld om indruk te maken op iemand? En Roy zegt ja. En ik zal heel eerlijk zeggen, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, ik denk dat iedereen dat wel eens een keer heeft gedaan. Ik vind van de 10 vragen dat het heel netjes is dat je maar 1 hebt geskipt. Oké. Okay. Ah. Ja, ik vind het netjes. Ja. Zoals jullie weten, dames en heren, er zijn in totaal 74 vragen die ik niet zou mogen vertellen, mogen vragen. Waarvan nummertjes 56 tot 74 seksvragen zijn. Ook al vroegen we toch hoe vaak die had afgetrokken per week. Ik vind het bijzonder. Maar willen jullie nou dat ik volgende keer verder ga met deze vragenlijst met Roy? Laat dan vooral achter in de reacties. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van mij en van Roy. Want ook op Roy's kanaal uploaden we video's met z'n tweeën van het Dream Team. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace!